Hallo jongens en meisjes, leuk dat jullie weer kijken. Hé, Bob, weet jij waar mijn lievelingstrui is? Want ik kan hem helemaal nergens meer vinden. Nee, ik heb hem niet gezien eigenlijk. Maar jij had hem als laatste, dus dan moet jij moet dan weten waar die is. Maar ik had hem helemaal niet als laatste aan. Jij had hem als laatste aan, dus dan moet je zelf weten waar die ligt. Oh, maar jij... Jij had het. Mijn echte slaatste aan. Ik weet het 100% zeker. Echt waar. Helemaal niet. Ik vind het helemaal niet leuk dat ik nu vast beschuldigd word, hoor, van iets wat ik niet gedaan heb. En ik weet echt niet waar die is. Oh, nou, dan weet ik het ook niet. Maar jij hebt hem wel. Helemaal niet. Weet je ook waar het verhaal van deze week over gaat? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nou, het gaat eigenlijk ook over vast beschuldigen. Dus luister maar goed. Oh, nou, oké dan. Nou, jongens en meisjes. Nou, de discipelen zijn aan het werk en ze vertellen zoveel mogelijk mensen over de Heer Jezus. En nou, er zijn nog niet zoveel mensen die in Jezus geloven. En het werk wat de discipelen dan moeten doen is ook best wel een beetje moeilijk. En nou ja, in die tijd was het land ook nog in een hongersnood. Wat is een hongersnood? Nou... Dan hebben de mensen niet genoeg eten. Oh, hoe komt dat dan? Nou, eigenlijk weet ik dat niet zo goed, maar koning Herodes, die denkt, nou, ik moet iemand de schuld geven. Laten we de christenen maar de schuld geven. Oh, krijgen nu dus christenen de schuld van hongersnood dan? Maar ze kunnen er toch helemaal niks aan doen? Ja, precies. Maar koning Herodes denkt, hoe meer christenen er worden opgepakt, hoe beter. Dat is niet zo'n aardige koning dan. Nee, dat klopt. Maar het verhaal gaat nog verder. Nou, vertel maar. Nou, goed. Petrus, die zit in de gevangenis en heeft het heel koud en hij rilt een beetje. En omdat hij rilt, hoor je het geluid van de ijzeren kettingen waarmee je vastzit aan de andere soldaten. Oh, maar worden die soldaten daar niet wakker van dan? Nee hoor, want die soldaten zitten aan Petrus vast, dus hij kan niet ontsnappen. En als hij dat wel doet, dan staan er buiten de gevangenis ook nog allemaal soldaten. Dus nou ja, ze denken, die kan toch nooit ontsnappen. En kunnen ze rustig slapen. Oké, dat is best aan. Oké, en verder dan, hoe gaat het verder? Nou, Petrus, nou, die is misschien wel een beetje bang, want hij denkt, hoe zal het morgen komen als ik bij koning Herodes word gebracht? Wat gaat er dan gebeuren? Misschien wil koning Herodes mij wel doodmaken. Oh, dat is niet leuk dat hij doodgemaakt gaat worden. Nee, maar dat weet hij eigenlijk ook niet. Nou ja, Petrus die doet zijn ogen maar dicht en nou ja, hij gaat maar slapen, want ja, verder kan hij toch niet. Maar... Gaat Petrus nu morgen dood dan? Ah, dat weet hij niet eigenlijk. Maar, hoe gaat het dan verder? Nou, ik ga het vertellen hoor. Oké, ik vind het wel een beetje spannend eigenlijk. Goed, nou, plotseling is de cel helemaal verlicht. Want er staat een engel van God in de gevangeniscel. En daardoor is het helemaal licht in de cel. En de engel die stapt naar Petrus en die raakt hem aan. En Petrus wordt daar wakker van en die ziet de engel staan en de engel zegt, vlug, sta op en ga met me mee. En terwijl de engel dat zegt, vallen de kettingen van Petrus zijn handen af en die zijn vrij. Echt waar? Ja, echt waar. En hij loopt samen met de engel, loopt hij de gevangenis uit. Maar alle soldaten die zien hem niet of zo. En Petrus denkt dat hij droomt. Maar als hij op straat een zuchtje wind voelt, dan denkt hij, oh, het is helemaal geen dromen. Wat zullen alle mensen blij zijn als ze mij weer zien en zo. Wauw, dat is echt wel een supermooi verhaal. Ja, dat klopt. En nou ja, Petrus zat dus in de gevangenis, omdat hij over Jezus vertelde. En nou ja, eigenlijk mocht dat helemaal niet. Oh, nou, dat is helemaal niet leuk. En ze werden ook nog vast beschuldigd. Ja, dat klopt. Dus het is helemaal niet leuk om iemand vast te beschuldigen. Moet je niet doen. Ja, daar heb je dan wel weer gelijk in. Sorry Bob dat ik je vast beschuldigde. Oké, nou, het is alweer goed hoor. Mooi. Hey, jongens en meisjes, dit was het verhaal voor deze week. Dat Petrus die ontsnapt op een best wel, nou ja, bijzondere manier uit de gevangenis. En dan zien we jullie volgende week weer, hè Bob? Jazeker, tot volgende week. Doei doei!